En dan een politieke moordaanslag in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op Sint Maarten is politicus Olivier Arundel onder vuur genomen. Hij overleefde de aanslag, zijn vrouw niet. De zakenman is sinds kort ook politicus. Hij doet mee aan de komende verkiezingen op Sint Maarten. En zijn nieuwe partij keert zich fel tegen corruptie en wat hij zelf noemt de vriendjespolitiek van de regering van het eiland. De schutter opent het vuur op de auto waarin Arundel met zijn vrouw en dochter zit. Ze rijden naar dit hotel in de buurt om dekking te zoeken. Later in de ambulance spreekt de politicus zijn aanhangers via sociale media toe. This was an attempt on my life. Gunshot. I got shot in my back. I don't know what's going on with my wife. As yet. We don't know what's going on. Sint Maarten, this is serious. The ambulance people are doing a good job. This is serious. And I hold every political party accountable. Het laatste nieuws over zijn vrouw weet hij dan nog niet. We have confirmation that the wife of Olivier Arundel, Sabine, has been shot and killed right in front of Maho. We are bringing this live right here in front of Ocean Point. Arundel is een zakenman die alle zittende partijen van corruptie en vriendjespolitiek beschuldigt, inclusief de premier. En dat wil hij aanpakken. Hij richtte daarom een politieke partij op en doet in augustus mee aan de verkiezingen. Olivier Arundel is een zakenman die nu de politiek in wil om corruptie aan te pakken dus. Maar er gaan veel verhalen over hem rond die suggereren dat hij zelf niet zuiver is en dus geen recht van spreken heeft. De laatste maanden heeft hij zich ontpopt tot omstreden politicus. Frontaal in de aanval via sociale media, schofferend en weinig genuanceerd. Het leverde hem veel vijanden op en zelfs een rechtszaak waar hem opgedragen werd om zijn woorden terug te nemen en die zorgvuldiger te kiezen. De grote vraag is daarom nu wat het motief is van de beschieting op hem en of dat politiek gemotiveerd is.